Ja, vandaag is de grote dag. Dit is wat het is. Niks meer aan te doen. Dus we gaan kijken hoe we erop staan vandaag. Hallo, hallo. Hey. Ben je klaar voor? Goedemorgen, man. Hallo, hallo. Ja. Er is niks meer aan te doen. Ja, hij staat er goed op, hoor. Ja? Twee pannenkoekjes. Met je Photoshop. Twee pannenkoeken? Ja. Lekker, hè? Opwarmen een beetje. Een beetje stroop erop. Ja. Is dat alles wat jij eet vanochtend, of niet? Nee, ja, ik eet echt twee pannenkoeken met heel veel stroop. En dan, ik maak nog kwark met een beetje eiwitpoeder en pindakaas erin. Dat doe ik hierop, ook nog. Oh, lekker. En dan één grote vette meuk, oké. Okay. Ja. En dat gaat werken ook? Nou ja, dat is een beetje goed voor de vascularity en zo. Okay. Dus, ik ga denk ik hetzelfde doen, man. Ja, goede zaak, hè? Ah, ja, lekker smullen. Vandaag gaat het gebeuren. Ja, we hebben ons een beetje laten strikken. Laten strikken. Kom aan. Ja, dat mag dat wel zeggen. Stel eens even scherp. Door de lokale mannenkledingwinkel hier in de buurt. Die zit op Jan Tiel. Daarom heb ik dit fel. Het is het fel oranje ding aan. Op zich vind ik hem nog niet eens zo verkeerd staan. Maar ze vroeg of ik die aan wilde trekken en dan op de foto. Waar zei je, Glenrol. Glenrol. Nou, daar gaan we dus. Zoals ik mezelf even bekijken. Mooi broekje heb je aan, Rien. Of niet? Klas. Ja. Mooi zwembroek hier op het strand. Wacht even, doe even mijn gordel om, hè. Ik ken jouw rijstijl een beetje. Ja, dus, ik krijg vorige keer op mijn kop, dus ik ben benieuwd tegenwoordig meteen aan. Levensgevaarlijk. Een berichtje via Instagram dat ik heb. Ja, van iemand die had onze YouTube video gezien en die zei van geen gordel om. Ah nee, story was dat. Maar er is gordeltje om, hè, nu. Had ik altijd al, maar die liep een beetje de kantjes vanaf. Klaar. Living on the edge. Ja, dat klopt. Maar we zijn dus onderweg richting onze shoot. Superleuk. Was je zenuwachtig, hè, vannacht? Nee, ik ben wel 3 uur wakker en ik kon niet meer slapen daarna. Ja, dus je was wel een beetje zenuwachtig. Ja, dat is onbewust, hè? Ik ben hier 3 nachten zenuwachtig. Ja, misschien wel, hè? Dat weet je niet. Onbewust, hè? Ja, ik denk het wel. Maar we zijn dus onderweg naar die fotoshoot. En we gaan eerst langs de appie, want we gaan even een paar dingen halen. Een zak chips, een paar biertjes, dat soort dingen. Zodat we een beetje grappige foto's kunnen maken. Normaal drinken wij natuurlijk helemaal geen bier en eten wij ook geen chips. Maar voor die fotoshoot doen we dat maar even dan, hè. Net wereld. Ja, ik vreet het ook gewoon op, hoor, de chips. Ja, gisteren, eergisteren en gisteren waren natuurlijk de dagen dat we weer veel meer mochten eten. Dus gisteren 3200 calorieën, 2 wodkaatjes. Een beetje om dat laatste vocht nog een beetje eruit te zuigen. Vanmorgen nog even lekker naar de pleeg geweest, hè, en ik. Ja, en dat scheelde wel een kilo, hoor, denk ik nog. Okay. Dus, ik weet niet of je dat op de foto ziet, maar... Jawel, 100%. Blij te horen, Harry. 100%. Dat is belangrijk, hè, goede stoelgang. Ja, zeker, ja. Dus dat is niet altijd zo als je vet aan verliezen bent, die stoelgang goed. Maar nu, subliem. Bier gehaald. Cola Zero, Doritos, chocola. Afrekenen en door. Mari, je zegt dat je niet goed model kan staan, maar zodra die camera aangaat, dan... Directors B, derde locatie. Net echt, hè? Voel je jezelf van, Harry? Ja, ik ben wel tevreden, man. Ja, Harry? Ja, zeker. We hebben deel 1 gehad, hè, nu? Ja. Dus
strandfoto's. Dus wij zijn niet echt van die modelletjes. Rien, dat zeg je altijd heel de tijd al. Maar ik zag wel aardige modellen, trekjes. Ik voelde me er niet echt heel gemakkelijk bij, man. Jij wel? Ja, je staat gewoon en je doet een beetje raar en dat is het ook niet. Okay. Je moet elke keer even wennen, dat is het enige wat je voelde. Ja. Maar het is allemaal goed gegaan. Gelukkig maar, Rien. Gelukkig maar. Dan. Cool zo. We hebben besloten dat we kibbeling gaan eten. Kibbelingetje. Lekker hè? Haankie uit zijn zuur. Lekker. Proteïne. Jazeker. Het sneeuwt buiten hem. Ja. Godverdomme, hier in Curaçao in één keer volle bak sneeuw. Kom ik ook hier naar in. Ja? Container ontploft. Ja, zo werkt dat hier. Ah, vet. Verkeerde container. Maar dan staan we wel aan de verkeerde kant, hè? Moet er buiten zijn, dus. Ja, ja. Kom aan, man. Grapje, grapje. Maar we zitten in de autowasser redden. Dus, lacht hier op brullen dit, Rien. Hey. Leuk, hè? Hey. Woe! Woe! Ja, ja. Moet die even gaan. Huh? Moet die hier dan? Ah, sorry. Mijn excuses. Kom aan, sorry dat ik wel op blijven letten. Wel op blijven letten. Heel directief, maar heel effectief. Hij is goed aan het werken. Directief, maar effectief. Ja, ja, zo is het, ja. Ja, hè? Sta je dan in je goede gedrag? Hè? Auto heb auto 9 maanden gebruikt. En één grote tyfuszooi. Dus Tijd dat je hebt schoongemaakt. Ik weet niet of ze de achterbanken zo schoongemaakt. Wel. Ja? Ja. Heb vertrouwen. Heb vertrouwen. Heb ik altijd. Die autofocus duurt af en toe even, of niet? Ja. Canon, hè? Ja. Zelfs bekend om. Ja, ligt dat aan Canon? Canon staat bekend om de autofocus. Dat het heel traag is. En super snel is normaal gesproken. Ah, super snel. Ja. Ah, oké. Okay. Ja, het duurt ook maar 2 seconden, dus misschien ben ik een beetje ongeduldig. Normaal moet het echt een fractie van een seconde zijn, dus misschien is het wel met die camera aan de hand. Nee. Klapklem! Ja, wat? Doe nog eens? Doe nog eens? Ja. Maar we zijn onderweg naar deel 2 van deze zaterdag van de fotoshoot. We gaan nu naar een sportschool die heet Bluemax. Die is nog niet zo heel lang open, zit op Mambo Beach in. Hier in Curaçao. En dat is een hele mooie sportschool. Ja, dat is een beetje dat is een hele luxe sportschool ook. Hè? Ja. Dus daar gaan we naartoe. En dan komt onze fotograaf Brandon. Die komt er weer heen. En die gaat ons daar weer mooi op het plaatje zetten, denk ik. Dit is dus Bluemax. Bluemax Gym. Health Club. En sanitiseren. Eerst even je handjes doen, hè? Hey. Nou, zo, we zien het moment licht. Inmiddels zijn we aardig moe aan het worden. We zijn even bezig op die legpress. Ja, een kassie. Maar we zijn al denk ik een uur, anderhalf uur bezig hier. Maar op een gegeven moment van het aanspannen en zo. Daar word je moe van. Dus
We hebben een paar snoepjes gegeten voor de energie, maar vreet wel aardig energie. Dus ik denk dat we bijna tegen het einde aanlopen. Ja. We zijn klaar, hè? Nee. Mocht echt duur allemaal, mocht echt duur. Ja, 2 uur bezig geweest bij Blue Max. Mooie gym op Mambo Beach. Die is nog niet zo heel lang open, maar is wel echt een luxe gym. Echt apparatuur speciaal voor hun gemaakt. Met mooi leer erop en zo. Dus echt wel, als je in Curaçao bent, ga een keer bij Blue Max kijken. Dat is ja, een hele mooie zaak. En we mochten daar gratis schieten van de eigenaar, dus dat is ook wel heel aardig. Dus hey, kudos to haar. Hè? Ja, zeker, kudos to haar. Ja. En we zijn dus net klaar. 2 uur lang aanspannen, oppompen en je wordt er best wel moe van, dat is gewoon eerlijk. Maar dan gaat je niet in de koude kleren zitten, kan ik je vertellen. Nee, dus we zijn wel toe aan rust. Morgen nog 2 uurtjes schieten bij Forza Gym. Dat is de gym waar wij normaal trainen, dat is ook een vette gym. Hele andere stijl, maar daar hebben we ook wel weer zin in. En dan zit het erop. Nou, dan gaan we naar Quarendon. Ja, dan begint het pas eigenlijk. Ja, dus ja. Dus we houden jullie op de hoogte. En morgen schieten we weer, denk ik. Ja, vanavond lekker chillen, hè? Ja, ja. Chillen vreten, zeg maar. Ja, inmiddels is het dag 2 van de shoot, zondag. Gisteren 2. Dit is jouw shirt. Oh, kom maar in. Cassie, wat wil je mee doen dan? Wat wil ik waar mee doen? Met de shirt, die zou shirt nog. Hou maar man. Ja, hou maar, die gooi ik weg dan. Ik gooi de mijne ook weg. Ja, je gooit niet zomaar dingen weg toch? Maar... Wie? Ja. Ja, die van mij wel, dat is een jurk. Ja, ik vind hem al staan. Bij jou? Bij jou, een jurk. Bedankt man. Gaan we wel. Wat ik er zo wil zeggen, het is dag 2 van de shoot. Gisteren zijn we dus op stand geweest en bij Blue Max Gym op Mambo Beach. En vandaag gaan we dus een shoot doen bij onze eigen gym, Forza, waar we normaal gesproken trainen. We waren gisteren wel helemaal gesloopt, moet ik zeggen. Zou je denken van een beetje staan en een beetje stoer kijken en dat is het wel. Alleen je bent constant bezig met je spieren aanspannen. Dus aardig vermoeiend. Dus we waren aardig verrot gisteravond. Vandaag is dus de laatste dag en daarna gaan we 2 dagen vreten en zuipen bij Quarendon. Hoe is het? Goed. Ja? Ja? Laatste dag hè? Ja. Van de shoot. Kijk eens wat ik heb. Hebben jullie van mij al? Nee, voor mezelf. Jammer of niet? Maar je mag wel de helft? Ja. Wil je de helft? Ja, wel, dat wil je wel. Ja, nu. Eerlijk gezegd. Nee. Wat vind je ervan? Laatste dag hier, shoot? Ja, ik ben blij dat het een beetje voorbij is. Want eigenlijk is het. Foto's zijn mooi. Alleen zo'n fotoshoot is best wel vermoeiend. Ja. Gisteren was ik helemaal voorop. Ik lag om 8 uur lag ik aan mijn nest. En je moet daar ook de hele tijd opletten nog, hè? Want nu zijn we natuurlijk naar die tweede shoot. Het is eigenlijk niet zo handig als dat op 2 dagen is. Ja. Dan moet je die eerste dag, eigenlijk heb je dan zin om even gewoon te vergeten, maar dan... Heb je het niet gedaan? Ja, een beetje, ja, maar niet zoals ik eigenlijk wou. Nee, wel meer dan ik had verwacht. Iets meer. Maar nog niet zoals ik wou. Nee, ja, dat komt straks. Ja, maar ook weer niet dat ik mezelf dan helemaal striel vreet. We zien het wel, hè? Ja. Bij Quarendon. Kan je allemaal wel zeggen, maar... Ja, nee, ik heb mezelf ook een beetje. Ja, allemaal even in. Kijk jij. Nee. Bijna dood, man. Ja, ik heb nog wel een tijd. Oké. Leuk. Dus snel schrikt. Ja. Heel snel. Maar ik heb ook wel het ene met jou meegemaakt. Dus normaal is altijd goed gegaan. Komt door de historie die wij hebben in de auto. Ik heb nooit gewond geraakt, hoor. Nee, dat is waar. Nooit ernstig in ieder geval. Dus zijn we weer, hè? Ja. Dag 2. Forza Gym. Gym waar we normaal trainen. De fotograaf is er ook. Vandaag even weer een paar chique plaatjes schieten, hè? Hey, alles valt op zijn plek, Harry. Alles valt op zijn plek. Ja. Hey, we gaan. Ja, dat doe je normaal gesproken nog nooit, Harry. Nee, het is alleen een foto. Voor de video. Ja?
brain freeze. Leef van de filmsterren. Cassie. Hoe lang had je hiervoor getraind, hen? Hoe lang heb je hiervoor getraind? Waarvoor? Voor om zo'n lichaam te krijgen. Prima. Sluit erin. En ja, ja. Doe je gordel om, hè? Sorry. Je hebt pas geleden nog op je ballen gekregen, hè? Ja, ja. Die naar ons kanaal keken. Die zei van Henry, blijf nadenken. Ja, living on the edge. Ja, ja, zeker. Als je ongeluk krijgt, vlieg je zo door de vooruit, hè? Ja, ja. Moet ik wat er alles alleen doen. Dat kan ook niet de bedoeling zijn, wel. Nee. Dus mijn excuses. Maar in ieder geval, we zijn net klaar bij de shoot bij Forza. En dat was een mooie shoot. We waren gisteren na die eerste shoot bij Blue Max en op het strand waren we aardig kapot, spieren aanspannen, de hele tijd oppompen en zo, al dat neppen gedoe om beter op de foto te staan. Dus we waren aardig stuk. Harry is gisteren om 8 uur naar bed gegaan. Ja, ik ben niet meteen in slaap gevallen, maar ik was wel verrot. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon kastje 6 gegaan. Mooie uitspraak, hè? Ik weet niet of iemand dat bekend, maar kastje 6? Er zal vast wel iemand bij zitten die dat wel begrijpt. En ik was dus ook kapot, dus ook op tijd naar bed gegaan. En vandaag voelde ik me redelijk fit. Ik had wel een beetje spierpijn overal van het aanspannen de hele tijd. Maar de shoot is goed gegaan. Ik denk dat we hele mooie foto's hebben. Ja, ja, denk ik ook, ja. We gaan Brandon, doen, Brandon, bedankt. Echt een goede fotograaf hier. Hij is pas 23 jaar, maar die snapt het wel. Hij heeft echt dikke vette foto's voor ons gemaakt. Ja, die maakt niet alleen de shoot. Volgens mij was het zijn eerste fitness shoot. Hij doet ook voedselfotografie. Gewoon modellen doet hij fotograferen. Dus, video. Ja. Dus wil je iets, ben je op Curaçao en wil je iets, dan is Brandon zeker iemand om op te zoeken. Volgens... Trouwfoto's. Ja, ook nog. Ga je trouwen? Ga je trouwen, hè? Nou, heel veel mensen die komen natuurlijk op Curaçao om trouwfoto's te trouwen en trouwfoto's te maken. Dus als je dat gaat doen, dan... Zij ook een goeie, zij ook een goeie. Dus Brandon, bedankt jongen nogmaals. Was echt, we waren er blij, we zijn er erg blij mee. Nu zijn we onderweg richting Corandon. Dat is dat all-in resort hier. En daar gaan we schaamteloos 2 nachten verblijven en alleen maar zuipen en vreten. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Beetje alcoholische versnaperingen beginnen we vanmiddag mee. Daar gaan we vanavond nog eten bij een restaurant, dat heet Amazonia. Dat is ook een vleesrestaurant hier in Curaçao. Niet heel bekend bij de meeste mensen, maar wel lekker. Het is ook all you can eat, dus ga daar ook een keer kijken. Amazonia heet dat, is leuk. Dat is ook met een dierenparkje erbij. En... ja, en dan gaan we nu richting Corandon. Dus gaan we even laten zien wat we daar doen. Het ziet er gelikt uit, Turing. Ja? Ja, ja. Moet je een beetje of niet? Ja. Ja, we gaan ook kijken eens waar we heen gaan. Ja, glijbaan. Ja, ja. Dan ga ik wel even met een mooi tenuutje in. Ja, je kan ook een beetje salsa dansen, Turing. Ja, ja, zeker. Ja, 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 ja. Kijk eens. Hey. Bang! Woehoe! Nou. Dat ziet er gelikt uit, ruikt nog nieuw man. Vape zo is bed, hè? Ja, ik heb eigen camera. Heb je al dronken, Rien? Nee, man. Lamp. Nee, ik heb pas een drankje op bij het scherm. Kom niet eens bij je woorden, man. Jawel. Jawel. Eentje? Ja. Bastonjekoekjes. Ja. Lekker. Dus, nog even voordat ik het eten ga, want ik heb bastonjekoekjes tegen. Ja, we gaan even nu aan het eten. Bij Amazonia. Mooi. Eens? Wat? Mooi uitzicht. Ja, mooi. Moet hier naar mij, hè? Hij is een dolhof hier, ik wil hem. Ik ben dolhof. Ja. Hé, hey, ben je allemaal klaar, man? Hete saus is heet, hè? Dan weet ik ook hete saus. Zwakkeling. Ik eet hem gewoon op. Mijn excuses. Hey Linda. Linda. Ja. Linda. Ja. Linda. Dit is de eerste. Hey Linda. Hij is al uit. Hij is al uit. Ah, toch niet. Hij is niet uit. Onze gastheren van de laatste 6 maanden. Even applaus voor de gastheren. Kom op. Joehoe. Ja, ja, ja. Ja, dat vinden ze leuk hoor. Boobie Blue Apartments. Als je iets zoekt in Curaçao. Hartstikke gezellig. Toch? Ja, Harry. Hey.
Zo zie je er dus uit als je heel veel gevreten en heel veel gezopen hebt. Ja. Nee, dag erna. Ik heb een kater, joh. Ja, ik zie het aan je gezicht, joh. Ja, ja. Ik heb gisteren... Ja, hoeveel drank ze hebben op? Ja, weet ik niet. Ik niet zoveel, want ik moest... Nee. Ja, jij moest met een taxi. Ik moest met een taxi per me. Chauffeur praten. Ja. Dus ja, ik laag in de rol. Rien, hoe is het? Hoe is het? Ja, ik zal mezelf even te bekijken zo. Maar ja, ja. Ik Kassie? Zie godverdomme nog lekker uit, of niet? Alleen mijn kop niet aan. Ik heb een kater, man. Ja. Maar ik moet zeggen, dit valt me nog mee. In, ja, dat moet je niet elke dag doen, want dan is het zo weer weg. Gisteren, ik denk wel 4000 calorieën. En, ja, wel iets meer denk ik ook. Ja, ik heb wel, denk 12, 13 drankjes op. Ja. Ja. Dus ik ben niet topfit, maar hoort er ook bij. Een duik in het zwembad dadelijk en dan zijn we weer. Ja, ja, zeker. En jij? Ga even aan de, kant, aan de andere kant, want dan hebben we het licht beter. Zelfde geval. Ja, je, ziet er, je ziet er wel... ja hoor. Wat? Nou, je gelikt uit. Ja. Span je buikspieren zo? Ja, dat is niet echt heel veel verschil. Maar... Nee? Nee, ik voel me goed. Ja? We zitten nu op Corendon. Dus straks even lekker eten. En dan bij het zwembad liggen en onszelf vol tanken. Ja, tanken vreten zeg maar. Ja. Ready! Wat ben je aan het doen, man? Het is midden van de dag, jongen, gek. Ja, maar ik heb even een dipje, man. Ja, even een katertje. Ja, ik ben even niet meer gewend om zoveel te zuipen. Nee. Dus ik ben al 6 keer naar de play geweest. Dat is ook lekker. Ik heb eruit gekakt wat erin zat. Ik al 2 keer, jongen. Had ik afgelopen week al moeite mee, maar... Maar nu niet meer? Nee. Oké, okay, maar nou blijf je de hele dag in je bed liggen? Nee, ik ga zo uit. Ja, oké. Dat is ook een beetje het filmpje. Ja, dat is waar. Goeie acteur ben jij, joh. Nee, je was niet wat filmpje, lul. Je lag al in je bed, man. Einde video. Ja, dat wil ik zeggen, hè. Ja, ja. Wat wil je nog wat zeggen dan? Nou ja, ik heb er van genoten, man. Van ja, ja, zeker. Ja. En die hele reis naar de fotoshoot toe, dat was ja, een beetje ellende. Maar, ja, uiteindelijk is het resultaat er wel. Dus ja, ja, ja. Daar zijn we blij mee. Later. Later.